Radio Purmerend en dit is de uitslag van de wildcard ronde voor het Luilac Dance Event 2012. Bij de microfoon inmiddels ook Jeffrey. Jeffrey, goedenavond. Goedenavond. Betrokken bij de organisatie van het Luilac Dance Event. Klopt. Hoe staat het ervoor? Over 2 weken is het natuurlijk zover, daar hebben we het alweer gehad. Hoe gaat het met de voorbereidingen? Goed, we zijn hard aan het markten. Iedereen is natuurlijk op de hoogte van Purmerends evenement. Ja, want je gaat vanavond ook weer flyeren, begreep ik? Klopt. Op de kermis, als je op de kermis komt, dan moet je vast wel een flyer in je handen gedrukt krijgen. Oké, dus dat kan je daar vanavond dan voor krijgen. Over 2 weken dan is het zover. Iets minder dan 2 weken, namelijk 25 mei 2012. En 11:30 gaat het van start dan, hè? Zeker. Oké, kan jij ons nog een deel van de line-up geven die sowieso gaat komen? Ja, onze grootste naam is Yellowclaw. Dus, deels Purmerendse DJ's. Nizzle, Jim Aaschier en de MC. Heel stom dat ik die ben vergeten. Dan heb je Purmerendse grootste talent. Wesley de Wolf, Michael Valentino. Illskills, niet uit Purmerend, maar nog steeds een hele goede DJ. Mm-hmm. En de 2 winnaars van de DJ contest, Mr. Bit en Fenix. Oké, er gaat vanavond dus nog 1 naam aan worden toegevoegd. De heren staan wederom bij de microfoon. Vinden jullie het spannend? Ja, best wel. Ja. En DJ Blijs? Spannend. Het is afwachten, hè? Wie gaat winnen en de beste wint. Want, dus, want als je niet wint, wat ga je dan doen op de vrijdagavond? Ga je er überhaupt naartoe of niet? Ik ga wel even een kijkje nemen. Het is altijd wel even leuk. Oké, en DJ Blijs? Ja, voor mij hetzelfde. Sowieso even een whiskytje of een paar misschien wel. Het gaat niet om het feest, het gaat om drank. Of gewoon je verdriet wegzuipen. Ja, precies. Ja, we hebben helaas geen drank in de studio. Als we hier ook kunnen beginnen. Hebben we nog Blue Wine? Kijk. Stook maar aan, stop dan. Nou, en daar nog de songtekst erbij. Ja. Nou ja, dat komt er zo meteen ook aan. Goed. Inderdaad, het clublied van Permission, die zingen jullie zo over mee. Dan hebben we alle spanningen weer helemaal uitgezongen zometeen. Ja, Blijts en ik waren al aan het oefenen. Aan het oefenen, oké. Okay. Hij doet de hoge noten, ik doe de lage. Nou, het is in ieder geval gezellig zo. Ik zou zeggen, we gaan naar de uitslag. Jeffrey, vertel even meer over de stemrondes. Hoe is het gegaan? Goed, dus er is een behoorlijke aanloop geweest. Mm-hmm. Nu zijn het er geen 1150 waren het. Dus ik zou toch even naar je vrienden kijken of ze toch echt hebben gestemd. Nee, maar het is een grote opkomst geweest. Okay. Zeker 500 stemmen zijn er binnengekomen. Oké. En verder. Het is nu, wat is het? 4 weken is het aan de gang. Mm-hmm. Misschien zo iets langer. We hebben vooral in de laatste week hebben we toch wel wat opkomst gekregen. Was het vanaf het begin af aan duidelijk wie het zou gaan worden? Of is er een nek-en-nek reizen geweest, zeg maar? Ja, het fluctueerde wel een klein beetje. Okay. De ene stond eerst op en de ander stond daarna op. Okay. Dus heel veel verschil zit ook niet in de uiteindelijke uitslag. Zijn de heren er klaar voor de uitslag van de wildcard DJ-ronde? Jawel. Ja hoor. Ja? Oké. Ik mag het vertellen. Jij mag het bijna vertellen. Oké. Probeer nog even de spanning op te bouwen. Hoe is het met de songtekst, jongens? Gaat het allemaal lukken? Die is bijna ingeoefend. Ja, neem hem ondertussen nog even door, hoor. Dan, goed. Beetje afleiding, hè? Hij zit er bijna in, geloof ik. Ja. Wat vind je spannender? Dat zingen zometeen of deze uitslag? Ja, dat zingen. Ja, dacht ik al. Goed, we hebben het lang genoeg spannend gemaakt. Nu gaan we het echt bekendmaken. De uitslag van de DJ Wildcard ronde voor het Luilac Dance Event 2012. Wie treedt erop op 25 mei in de nacht van 26 mei op het Luilac Dance Event 2012? Kunnen we? Wat mij betreft kunnen we. Oké, de DJ die de wildcard van Luilac Dance Event 2012 heeft gewonnen is DJ Blijs. Gefeliciteerd! Hey! Oké, dan. Er worden hier felicitaties aan elkaar uitgedeeld. En dan hoop ik toch dat jij die kaarten wint. Ik ga mijn excuus opsturen. Ja, precies. Ja. actie@rtv.nl of bel me even door naar 424203. Dan krijg je Mitchell aan de telefoon, maar die staat naast je, dus je kan het ook meteen doorgeven. Ja.